De bedrijven verbonden aan de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, ASFA, hebben in 2020 zowel slechte als goede resultaten gehad, zegt voorzitter Wilgo Bilkerdijk. Het goed boeren was te verwachten omdat een crisis mogelijkheden biedt aan bepaalde bedrijven. Ze hebben ook nieuwe bedrijven zien ontstaan, maar voor de ASFA-bedrijven geldt dat er een paar wel inderdaad wel redelijk goed hebben gedaan. Niemand is vooralsnog failliet gegaan. Dat is van wat ik vooralsnog weet, want niemand heeft zich daartoe bij ons geregistreerd van dat het zo slecht is gegaan. Dus op zijn minst hebben dus de companies het overleefd. Maar ondertussen bestaan sommige bedrijven al 20, 30 jaar, dus die zijn wel redelijk stabiel. Maar natuurlijk, die terugval op en down van de economie is wel niet iets waar je naar uitkijkt als onderneming. Bilkerdijk is van mening dat de regering moet werken aan importvervanging om een koersstabilisatie in te kunnen zetten. Ook in potentiële sectoren moet er geïnvesteerd worden. Er zijn genoeg producten die we hier kunnen produceren. En ook al kunnen we niet allemaal op topkwaliteit produceren of top volume produceren. Daarom is het juist van belang dat de overheid kijkt naar die sectoren. En daar hebben we dus eigenlijk ook aanzet aan voor gegeven. Maar deze sectoren moet je dit inderdaad wel extra aandacht aan geven. We roepen ook in deze fase. Dus het is dus na het vorig jaar, nieuwe regering, vragen we om stimulusmaatregelen van de overheid. En in principe is dat al sinds vorig jaar gebeurd. Dus eigenlijk, het past nog wel in de evaluatie van 2020. En jammer genoeg is het niet voor elkaar gekomen. We hadden bijvoorbeeld met de voormalige minister, regering en minister van Financiën, hadden we afspraken lopen voor een productiefonds van toen 350 miljoen. Om dus in feite die lokale sector, productiesector te stimuleren. En we hebben die lobby ingezet, maar het ging niet alleen. We praten niet alleen over wat het voor de ASFA moet zijn of de ASFA-leden. We kijken ook naar wat het anders betekent voor de hele economie. Bilkerdijk, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten ASFA. Het productiefonds van 350 miljoen SRD is niet voor elkaar gekomen.